15, 16 en 17 oktober 2017 hebben we een voordeeluitje geboekt naar Den Haag en Scheveningen. We hebben erg veel geluk met het mooie weer, maar een goede plek op het strandterrassen is lastig te vinden. We besluiten om nu ook eens in het Kurhaus te gaan kijken, waar we een luxueuze lobby verwachten. Wat een desillusie, het is er bijna leeg. We vinden het een gemiste kans. Huis en de Siniak, de Haagse bluf, de koude kak, Maduro damp, het kabinet, Aalto en Patatje met het IJspaleis, het Malieveld, de Bijstel en het grote geld. De pier is nieuw leven ingeblazen en we gaan ook een kijkje nemen. Het gonst van de activiteiten, veel eetentjes en gewaagde dingen, zoals bungee jumpen en abseilen. Voor ons iets te hoog gegrepen, maar Hanny wilde wel in het reuzenrad. Zo gezegd, zo gedaan. 5 rondjes en het was mooi en leuk. In de 60's had je de bullen en de kikkers. In de 70's de oliecrisis en de punk. In de 80's tegen de neutronenbom. Naar de bulldog voor een geeltje skunk. Yeah. Ruwe Bolster, blanke pit. Een stadje waar muziek in zit. De Coloniering en de Q. Direct Anouk en Shocking Blue. Geen gezeik, iedereen rijk. Het Laakkwartier, de Vogelwijk. Allemaal in Den Haag. Het Vredespaleis en Europol. De Centrumring staat altijd vol. Hagenees en Hagenaar. Leven gezellig naast elkaar. Van rijk tot arm, van hoog tot laag. De een is snel, de ander traag. Allemaal in Den Haag. Den Haag, dat is een dia. We slapen 2 nachten in het Fletcher Hotel, Leidschendam. Met een voortreffelijk ontbijt. De allermooiste stad is toch Den Haag. De volgende dag beginnen we op de Haagse Markt in de Schilderswijk. Een prachtige markt. Het Kloppenhart van Nederland. De allermooiste stad is toch Den Haag. Dan naar het plein in Den Haag, waar we op de volle terrassen nog een plekje vinden om wat te eten. Uiteraard even langs Willem van Oranje, de vader des vaderlands. We gaan naar het Mauritshuis, waar een prachtige schilderijencollectie hangt. Wel veel portretten die ons niet zo aanspreken, maar ook andere dingen. Schilderijen van Rembrandt, Vermeer, Ruisdaal, Potter en vele anderen. Een broodje tartaar met wat erbij en een koffie, koffie zwart. Ik mos morgens vroeg weer betets uit mijn nest. En weet je waar ik gelijk weer om denk? Een hart gekookt en met een broodje tartaar. Dat men heel wat eetvreugde schenkt. Zo'n eitje dat lus ik wel raar als het moet. Met tartaar doet me dat reuze goed. Een broodje tartaar met wat erbij en een kopje koffie zwart. Ze noemen het ook wel een broodje raar. Het is wel... Gedetailleerde kleine beeldjes. Van een sneeuwwarm vlees gaat ik echt uit mijn bol. En natuurlijk het pronkstuk van het museum, Het meisje met de parel, van Johannes Vermeer. Na koffie bij de voormalige koningin gaan we de laatste dag democratie ruiken. Op zoek naar de ridderzaal. Onze gids weet veel smeuïge details te vertellen. Van een lage edelman als een graaf naar koning. Misschien een filmpje net kunnen zien. Deze graaf van Holland werd in één keer Rooms koning. Mensen in Duitsland hadden hem verkozen. Ook over de koppen aan de pilaren, die luistervinkjes werden genoemd. De ridderzaal is de plek van de troonrede. En dus... Dames en heren, mijn naam is Bertus Bintje, met het Oranje Koor weer geen lintje. En we zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat ie. Oranje Boven, Oranje Boven. We leven de koning en Maxima.
tachtbaar met wat erbij en een kopje. De Tweede Kamer vergaderzaal is kleiner dan op de tv, omdat in die camera's groothoeklenzen worden gebruikt. Het is erg leuk om er geweest te zijn, want nu weet je precies waar de verslaggevers staan bij de interviews. Een broodje tachtbaar met wat erbij en een kopje koffie zwart. Een broodje tachtbaar met wat erbij en een kopje koffie zwart. Ze noemen het ook wel een broodje raf. Het is ver met een hard gekookt ei. Voor een snee warm vlees ga ik echt... Een prachtig weekend. Het schompus, het liesborde vol. Een broodje tachtbaar met wat erbij. En een kopje koffie. Nou mevrouw, mag ik u even wat vragen? Ik krijg nog wat.